De gebalde vuist van John van der Brom ging vorig seizoen tegen ADO Den Haag omhoog. En dat deed hij vlak nadat supersub Robert Muren de enige goal van de wedstrijd maakte. Daar gaat je handbaks. En voor de goal is Muren helemaal vrij. Die gaat hem maken. AZ gaat deze wedstrijd hoogstwaarschijnlijk winnen. Dankzij de man die zo graag eerste spits wil zijn. Van de blije Robert Muren naar de gespannen John van der Brom. In september 2014 bekeek hij de wedstrijd tegen ADO Den Haag vanaf de tribune. Van der Brom was namelijk nog net niet in dienst van AZ. Vanaf een afstandje zag hij vooral schitterende treffers. Paulsen, oh, wat een doelpunt van Paulsen. Wat een geweldige goal van de linksback van AZ. Johansson, 16 meter gebied in. Johansson in de korte hoek en weer een geweldig doelpunt van AZ. Goedelje achter de bal. Goedelje. Oh, wat een goal zag vanavond van AZ. Na een spannende wedstrijd die AZ met 3-2 won, was de blijdschap duidelijk aanwezig bij Van der Brom. Die trouwens een paar dagen later zijn eerste contract voor AZ tekende. Dan 2 seizoenen geleden. En dit moet AZ kunnen uitspelen. Dat doen ze via Dos Santos. Goeie paas, buitenspel. Nee, geen buitenspel. Dan is het dus een treffer. Hendriksen. Het was spannend, maar AZ pakte 3 punten. En dus heeft Van der Brom zijn ploeg nog altijd zien winnen in het Kyocera-stadion.